Gistermiddag was er een inbraakoefening. Deze oefening was een training voor de politie, maar ook om burgers bewust te maken dat inbrekers slim en snel te werk gaan. De zogenaamde inbreker liep door tuinen en schuren in de wijk Schilderskwartier. Het was aan de politie om hem te arresteren. En het liep soepel. Binnen enkele minuten was het al raak. De zogenaamde inbreker vindt dat er meer deuren en fietsen op slot moeten. De politie vindt het een geslaagde test.